Nederland is een land met veerkrachtige mensen. Maar soms kan je nog zo hard je best doen en zit het alsnog tegen. De leraar die nog steeds niet iedere leerling voldoende aandacht kan geven. Jonge mensen die geen betaalbaar huis kunnen vinden. Mensen die zich zorgen maken over klimaatverandering. Dit is het moment voor duidelijke keuzes. Wat voor land willen we na de coronacrisis zijn? D66 maakt die keuzes. Wij pakken de gevolgen van de coronacrisis aan. Nu. Met goed onderwijs geven we iedereen de kans om de beste versie van zichzelf te worden. Met gratis kinderopvang, kleinere klassen, meer salaris voor leraren en een nieuwe studiebeurs voor studenten. De klimaatcrisis pakken we hard aan. Dat is niet alleen keihard nodig, het is ook goed voor onze economie. Vervuilende bedrijven gaan terecht meer betalen en Nederland gaat draaien op zon- en windenergie. We gaan bouwen zodat iedereen een betaalbaar huis kan vinden. We willen zo snel mogelijk 1 miljoen betaalbare en energiezuinige huizen. Voor een land waarin we iedereen vrijlaten, maar niemand laten vallen.